Twee jaar geleden had ze nog nooit van de sport gehoord. Maar vorige week kroonde de 22-jarige Hilde Gorhorst uit Eibergen zich tot Nederlands kampioen discgolven. In de Achterhoek is er geen club. Gorhorst beoefent de sport bij Beer Discgolf in Arnhem, waar ze ook de titel veroverde. Het was zo'n gaaf weekend, gewoon met alle discgolfers bij elkaar en Beer die dat dan organiseert en er zo'n iets vets van heeft gemaakt. Ja, het is echt een warme groep of zo. Je voelt een beetje als een familie samen en iedereen gunt het elkaar ook. Dus dat is gewoon heel mooi. De sport lijkt op golf, waarbij het doel is de disc met zo min mogelijk worpen in een basket te krijgen. Waar je bij golf verschillende clubs hebt, kan je hier kiezen uit frisbees. Je hebt verschillende soorten schijven, een putter, een midrange en een driver. En met de een gooi je verder weg dan met de andere. En je wil in zo min mogelijk worpen in zo'n basket zien te gooien. En wie het minst aantal worpen heeft over een 18 hole scores, die wint. Yes. Volgens Gorhorst zit de sport wel flink in de lift. Het aantal leden van Beer Discgolf is de afgelopen tijd verdubbeld. Door corona heeft het eigenlijk een hele flinke groei doorgemaakt. Mensen gingen toch kijken van, oh, wat kunnen we nog doen? Want we willen wel graag naar buiten. En er zijn heel veel mensen bij Discgolf gekomen. Dus ook onze club is de afgelopen 2 jaar echt wel gegroeid. Wat heel mooi is. Voor een professionele carrière is de discgolfwereld te klein. Wel hoopt Gorhorst dat de sport een vlucht neemt, zodat zij nog meer tegenstanders heeft. Hoe vet zou het zijn als je uiteindelijk Europa of zo door kan reizen om naar al die toernooien te gaan? Dat is toch een droom of zo? Ja, dat lijkt me echt heel vet. Zit het erin? Weet ik niet. Ook omdat je zo druk bent met je studie en zo dadelijk ga je aan het werk. Je moet er wel echt tijd voor vrijmaken om te kunnen trainen en te oefenen. En het is niet echt een sport die waar heel veel animo nog voor is, omdat het zo onbekend is. Dus er is ook nog niet heel veel geld voor. Dus ik denk eerst dat de sport moet groeien en dat er dan meer mensen komen en dat er dan meer sponsoring mogelijk is of zo.